en het bisdom Paramaribo en Conservation International Suriname, CIS, gaan een duurzame samenwerking aan om de liefde voor de schepping te bevorderen en de natuur te beschermen. In verband hiermee is er vandaag een persconferentie belegd in het Kerkelijk Museum. Bisschop Karel Tjuni gaf daarbij aan dat het eerste project van deze samenwerking op zondag 16 juli van start gaat. Met de gebruikname van een natuurhal in het Kerkelijk Museum. De samenwerking die we aangaan met Conservation International betreft vier grote projecten. Eén is dus de inrichting van deze zaal, waarin wij films zullen vertonen over de encycliek van de paus, Laudato Si, en natuurfilms van Conservation International. We zullen het vertonen aan schooljeugd en de lagere school, de Mulo School. Niet alleen de katholieke scholen, maar alle scholen worden uitgenodigd. Capaciteit is 30 zitplaatsen, zodat we in kleine groepen met heel indringende beelden de kinderen kunnen voorlichten over wat er gebeurt met de aarde. En we willen bij hen een liefde wekken voor de schepping, voor de natuur. Volgens Tjuni zal het bisdom samen met CIS de liefde voor de schepping vergroten via het onderwijs door middel van lesbrieven op de scholen. Ook zullen er in samenwerking met de kathedrale koorschool musicals worden georganiseerd. Het bisdom wil ook de natuurbeschermingswet van 1954 actualiseren. Rochelle Reysel, communication coördinator van de Conservation International Suriname, vertelt hoe de samenwerking tot stand is gekomen. Wij zijn een natuurbeschermingsorganisatie hier in Suriname en dat is iets waar we fulltime mee bezig zijn. We zijn altijd op zoek naar partners, stakeholders die diezelfde visie hebben om Suriname tot het groenste land ter wereld te blijven behouden. En zo hebben we elkaar gevonden. Conservation International heeft een paar keer presentaties verzorgd aan religieuze organisaties om dus datgene wat er in Suriname gebeurt onder de aandacht te brengen. En vanuit datgene zijn er eigenlijk vervolgens stappen ondernomen. En het RK-bisdom was geïnteresseerd. Dus zijn we samen gaan kijken van oké, hoe kunnen we nu samen verder werken en invulling geven aan die missie om Suriname zoveel als mogelijk te beschermen en ons natuur met liefde en respect te blijven beschermen. Rochelle Reysel vanmorgen tijdens de persconferentie van het bisdom Paramaribo en Conservation International Suriname. De organisaties zijn een duurzame samenwerking gestart ter bevordering van de liefde voor de schepping en bescherming van de natuur.